We zijn dit jaren terug, zijn we het onderzoek al gestart. Urologen die onderzoeken doen, dan weet u natuurlijk dat dat heel abject gebeurt. We zijn gestart ooit met 3 urologen en tegenwoordig doen we dat met 4 urologen. Want het is virusremmend, het werkt virusremmend. Als u me even laat uitpraten, weet u wat een schaap... Met z'n allen gaan schaarpunten en je hebt nergens geen last van, je kan gewoon naar je werk. Is dermate veilig en maar ook genezend, hebben we onderzocht van... Ah, maar ja. Dat gebeurt niet, hè. Dat gebeurt niet. Mag ik me vragen? Meneer? Mag ik me vragen? U hebt een onderzoek gedaan naar het sheephunting en u geeft aan dat het dan toch beter zou moeten zijn dat u met 2 schapen de wei in gaat. Eigenlijk ja, totaal niets mee eens. Hè? Die zeggen van 2 schapen, de wei wordt te vol. Hè? Is dan de werking van de wollaag van het schaap, is dat er nog wel bevorderlijk genoeg om ervoor te zorgen dat het hele COVID-19 dan ook niet wordt doorgegeven, hè? Remt het wel genoeg? Filtert het wel genoeg? Nou, mijn mening is, je hebt echt absoluut wel 2 schapen zeker nodig. Ja, 1 is echt te weinig. En ja, weet u... Collega Uithuizen, ja, ik moet nog even onderbreken. Wacht even, moment, want ik zat nog midden in mijn verhaal. Ik zat gisteren ook al bij een programma. Daar liet men mij ook niet uitspreken en uitpraten. Ik word een beetje... Nee. Dus de conclusie van het hele onderzoek wat wij virologen hebben gedaan is dat schaaphunting het middel is tegen corona. Dus ik zou zeggen, ik roep iedereen op van de zoo toch ook, ga die wei in, knuffel een schaap, kroel door de wol, hou hem stevig vast, ren erachteraan, laat over je heen lopen, maar hou wel die 1,5 meter afstand, want dat is het nieuwe normaal.